Een elektriciteitscentrale. Op zich niks mis mee, maar het is niet verstandig als je daar een beetje een model voor gaat staan. Wat is hier aan de hand? Is hier iets anders aan de hand? Kijk, dat heeft natuurlijk zin, hè? We gaan niet kijken naar echte modellen zoals je het zo net zag, maar we gaan het hebben over het modelleren in een elektrisch veld. Laten we eerst maar eens naar een elektrisch veld toe gaan. Kijk, hier hebben we een elektrisch veld en de veldlijnen zie je, die gaan overal dezelfde richting uit en de onderlinge afstand is ook precies evenveel. Dus wat voor een type elektrisch veld is dit? Dat overal dezelfde richting heeft en overal even sterk. We noemen dat een precies homogeen elektrisch veld. Ja, nou, stel je voor, ik heb hier een homogeen elektrisch veld en die heeft een sterkte van 450 keer 10 tot de macht min 3. Je had natuurlijk ook mogen zeggen 0,45. De eenheid van elektrisch veld, die staat er nog niet bij, hè? Dat is Newton per coulomb. En je ziet meteen al aan de eenheid van O, Newton per coulomb, kracht gedeeld door de lading. En inderdaad, het elektrisch veld kun je berekenen, en het is in feite ook gedefinieerd als de kracht die werkt op een lading van 1 coulomb. Dus elektrisch veld kun je berekenen door de kracht te delen door de lading. Oftewel, als ik een lading in het elektrisch veld heb, nou, bijvoorbeeld hier het elektron, ja, dan zal er dus op het elektron, op de lading, een kracht worden uitgeoefend. En die kun je natuurlijk in feite berekenen. Kijk, een elektron, je weet hoe groot de lading ervan is, hè? Eventueel kijk je natuurlijk in binas, maar de lading is min 1,6 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. Ontzettend klein en negatief, een elektron heeft een negatieve lading. Hoe groot is dan de kracht daarop? En vooral ook, welke richting gaat die kracht op? Gaat die naar rechts met het elektrisch veld mee of gaat die naar links tegen de stroom in? Nou, eventjes naar die formule kijken die daar boven ligt. Kijk daar. Ja, die kan ik natuurlijk herschrijven op deze manier. Het elektrisch veld is Q keer E. Lading keer de veldsterkte. Die lading, die weet ik, die is min 1,6 keer 10 tot de macht min 19. En de richting van de kracht, en je ziet, ik heb er even een paar pijltjes over gezet, want dat zijn natuurlijk eigenlijk vectoren. Hè, de kracht heeft een grote en een richting en het elektrisch veld ook een grote richting. Ja, en als ik dan voor Q min 1,6 invul, dan zie je dus dat de kracht is tegengesteld aan het elektrisch veld. Want zie je, de kracht is min een getal keer E. En min betekent dus dat die tegengesteld is aan het elektrisch veld. En dat komt omdat hij dus een negatieve lading heeft en dan krijg je dus dat er een kracht op het elektron werkt die tegen het elektrisch veld ingaat. Dit had je ook op een andere manier kunnen zien, want kijk, stel je voor ik heb een positieve lading. Ja, een proton of wat dan ook, maakt niks uit. En daarnaast zet ik een elektron. Nou, het elektron is negatief geladen en positief en negatief, die trekken elkaar aan. Dus hier is het duidelijk dat een kracht op het elektron wordt uitgeoefend naar de positieve lading toe. Wat is het veld om die positieve lading heen? Om het zogenaamde puntlading heen? Dat is niet een homogeen elektrisch veld. Nee, het elektrisch veld ziet er zo uit. Nou, stervormig in feite. We noemen dit een radiaal elektrisch veld. En dan zie je dus dat hier ook een veldlijn is die kant opgericht, hè, van links naar rechts. En daardoor zal dus de negatieve lading een kracht ondervinden tegen de veldlijn. Dus ook hier heb je weer dat de kracht tegengesteld is aan het elektrisch veld. En dat komt dus omdat het een negatieve lading is. Goed. We gaan het elektron even verder bekijken. Het elektrisch veld hebben we wel nodig, alleen die lijnen, dat kan beter weg worden gelaten. Hè? Het leidt alleen maar af. En stel je voor, het elektron staat in het begin stil. Ja, nou, logisch, of logisch, vooruit. Het is wel logisch dat hij gaat bewegen, want er is een kracht op. Dus even later zal de snelheid
ongelijk wezen aan 0. Oftewel, er is een precies snelheidsverandering. Een snelheidsverandering, hoe noemen we dat? Een snelheidsverandering, dat is versnelling. En versnelling kan ik berekenen. Ja? A is, eventjes bedenken, hè, tweede wet van Newton. Tweede wet van Newton is F gedeeld door M. Ja? En die F, dat is dus de elektrische kracht. En M is de massa van het elektron. De massa van het elektron, hoef je niet uit het hoofd te kennen natuurlijk, want daarvoor heb je binas. Kijk, daar hebben we binas. En dan zie je dus inderdaad dat de massa van het elektron is redelijk klein. Hè? Hier staat die helemaal onderaan. 9,109, et cetera, keer 10 tot de macht min 31. Oftewel, bijna 0, maar niet 0. Dus die schrijven we eventjes erbij op. Zo, daar is hij. Nou, en nu ga ik een model maken, ja, die beschrijft hoe het elektron gaat bewegen, ja, op grond van deze gegevens. Ja, het model, ik maak even gebruik van een model en dat kun je thuis ook gewoon doen. Ja, namelijk, het is een website en daarmee kun je een model opzetten. Ja, dus, oftewel, ga eventjes hier naartoe en als je daar naartoe gaat, dan krijg je tenslotte dit scherm. Natuurlijk, de blauwe, dat is natuurlijk een onderdeel van mijn presentatie, maar het witte daaronder, dat is dus inderdaad de modelleeromgeving die je ook op je scherm krijgt als je naar die site toe gaat. Nou, een model heeft altijd twee onderdelen, namelijk het stukje waar modelregels in komen en het stukje waar start- of beginwaarden in voorkomen. Nou, de beginwaarden die zijn hier natuurlijk bekend, maar allereerst is er een startwaarde, een beginwaarde die nog niet is genoemd en dat is de tijd. Ja, een model werkt altijd met de tijd en hij begint natuurlijk op t is 0 en je kunt aangeven hoe snel gaat de tijd vooruit. En in dit geval gaat het in stapjes van 0,1 vooruit. Ja, en het aantal stapjes kun je trouwens hier ook zien en die is hier op 500 gedaan. Die zou je eventueel natuurlijk ook kunnen ophogen. Maar ik laat me gewoon eerst even op 500 staan. Nou, behalve de tijd en de toename van de tijd, ja, heb ik natuurlijk ook nog een aantal andere startwaarden. En die staan erboven en die zet ik dan ook meteen daaronder neer. Ja, op deze manier. Hè, Q, E en M. Dat zijn constantes. Maar let op, hè, Q en E zijn constant. Maar dat betekent dus dat in feite mijn kracht ook constant is. Maar als de kracht constant is en de massa is constant, dan is natuurlijk de versnelling ook constant. Hoe groot die is, dat weet ik uit het hoofd niet, maar daarvoor heb ik een model. Ja, dat kan ik op deze manier er gewoon bij zetten. Ja, het model rekent het voor mij uit. Nou, dan heb ik dus heel veel constantes, maar er zijn ook zaken die niet constant zijn. Ja, en dat is, hè, je had het elektron en dat ging bewegen. Dus de snelheid is niet constant. Hij begint met 0, maar daarna krijgt hij snelheid. En als je sneller krijgt, betekent dus dat ook zijn plaats verandert. Ja, die dingen moeten die dan niet hier staan. Jawel, want snelheid en plaats, die hebben natuurlijk wel een startwaarde. Dus die zet ik er ook onder. Ja, ik geef in dit geval even aan dat hij met een snelheid van 0 begint en de plek waar hij begint is ook 0. Hoe groot is dan de snelheid na 1 stapje van 0,1 seconde? Nou, je weet de versnelling en versnelling is de snelheidsverandering per seconde. Dus de snelheid kun je berekenen met a keer t. Dat ga ik gebruiken. Ja, maar let op, als je a keer t doet, ja, dan bereken je de snelheid op een bepaald tijdstip. Ja, wat ik ga doen is het volgende. En kijk goed wat er eigenlijk staat. Ja, hier staat dat de snelheid, ja, is gelijk aan de snelheid die hij had. Dus in dit geval 0, maar he, die komt later natuurlijk, krijgt hij wel een waarde, want de snelheid wordt opgehoogd met a keer t. En die t is dat hele kleine stukje
wat je vooruit gaat. He, dus A keer T, dus snelheid, gaat een heel klein beetje omhoog. Nu snelheid gaat, nu gaan we voor de plaats X. Ook hier weer kun je van hoe groot is de plaats toename na 0,1 seconde. Nou, plaats kun je berekenen, X is V maal T. Ook hier, ja, ik wil niet de plaats hebben, maar vooral een van, goh, hoe groot is de plaats toename? Want dan kan ik namelijk precies hetzelfde doen als met de snelheid. Namelijk dat de plaats is mijn oude plaats plus V keer dt. Ja, een klein stukje komt erbij. En dan kan ik dus hier iedere keer x een beetje ophogen. Nou, nu heb ik V gedaan, ik heb x gedaan. Er is natuurlijk ook nog de tijd, oftewel die moet ik er wel bij zetten. Ja, oftewel de tijd gaat ook één klein stukje omhoog. Nou, en dit is mijn model. Ja, wat je hier hebt is dus, hij berekent V. Als je V berekent, kan hij X berekenen. Daarna gaat de tijd een klein stukje omhoog. En als je dat heeft gedaan, dit is de laatste regel, dan gaat hij weer, hup, naar het begin toe. En berekent hij weer V. En V is dan niet meer 0, maar een klein stukje groter dan 0. En komt weer een klein stukje bij. X wordt weer een klein stukje extra meer. T wordt omhoog gedaan. En hij gaat weer zo omhoog. Ja, oftewel hij gaat hier constant rondjes lopen. Ja, en hij doet het in totaal 500 keer. Ja, oftewel, je kunt dit nu eventjes laten lopen. Dus als je dit hebt ingevoerd, klik je op run. En dan krijg je meteen een grafiek erbij. Een mooi XT-diagram. Maar stel je nu voor, het is trouwens een mooi parabool, of vooruit, dat terzijde. Stel je voor, je wil geen XT-diagram hebben, maar een VT-diagram. Nou, hè, als je op je computer het een hebt bekeken, dan zie je al dat er beneden nog wat staat. Namelijk, daar kun je aangeven, goh, wat wil ik verticaal hebben en wat wil ik horizontaal op mijn assen hebben. Dus dan verander je natuurlijk op verticaal de X in een V. Je ziet nog niks gebeuren natuurlijk, want je moet eerst op plot klikken. Als je daarop geklikt hebt, dan verandert de grafiek in een keurige VT-diagram. Weer even naar het XT-diagram. En stel je voor, je wilt niet hebben dat hij tot 50 seconden gaat. 5 seconden, dat is trouwens, kijk, hij doet 500 stapjes. En ieder stapje is 0,1 groot, dus het is logisch dat hij na 50 seconden stopt. Ja, maar stel je voor, ik wil niet dat hij na 50 seconden stopt. Nee, ik zeg van, goh, als hij 6 keer 10 tot de macht 13 meter ver weg is, ja, dan moet hij stoppen. Nou, dat kan, je kunt in een modelregel aangeven van, goh, dan moet je stoppen. En, hè, de manier hoe je dat doet, en nogmaals, de syntax, dat hoef je niet te onthouden, je moet alleen wel kunnen lezen wat er bedoeld wordt. En je zegt van, als er iets gebeurt, dan moet je stoppen. Nou, en wat moet daar dan komen te staan? Het eerste wat je denkt van, nou, als x gelijk is aan 6 keer 10 tot de macht 13. Als je dit invult, en je gaat dan op run klikken, dan zul je zien dat er niets gebeurt. Hoe kan dat? Nou, als je dus naar beneden scrolt in het venster, dan zul je zien dat je daar een tabel kunt krijgen met alle waarden die het model heeft berekend. Kijk, hier zijn het aantal stapjes, die gaat van 0 tot 500. Dit is de tijd, gaat van 0, dan gaat de stapjes van 0,1 omhoog tot 50. Iedere keer wat x berekent, ze beginnen met 0, en dan gaat hij iedere keer omhoog. En de snelheid wordt ook iedere keer omhoog gedaan. Ik wil graag weten natuurlijk wat er gebeurt als x in de buurt is van die 6 keer 10 tot de macht 13. Dus ik ga even voor meer rijen klikken. Zo, ja. En dan kijk ik wat er gebeurt. En dan zie je dus, die waarde van x die gaat met stapjes omhoog. Maar ja, zijn stapje is natuurlijk niet exact dat hij op 6 keer 10 tot de macht 13 terechtkomt. Nee, hij is eerst net iets eronder en daarna is hier net iets boven.
Dus hij zal nooit exact gelijk wezen aan 6 keer 10 tot de macht 13. Oftewel, hoe moet ik mijn stopvoorwaarden aanpassen? Nou, op deze manier. Ik zeg niet van, goh, hij moet stoppen als hij gelijk is aan 6 keer 10 tot de macht 13. Nee, hij moet stoppen als hij, kijk, en hier zit het subtiele verschil, als hij groter of gelijk is aan 6 keer 10 tot de macht 13. Je had ook gewoon groter mogen zijn natuurlijk, hè, de gelijkteken. Ja, dat zal je eigenlijk nooit wezen. Maar als ik dit ga doen, en nu ga ik op mijn runknop doen, dan krijg ik inderdaad dat de grafiek keurig stopt bij x is 6. En dan zie je dus inderdaad dat hij tot een kleine 40 seconden doorgaat. Let op, hij past dus automatisch de grafiek zo aan. Als de grafiek opnieuw zou plotten, hè, dus je klikt op plot, dan zal hij de grafiek aanpassen en dat doet hij doordat hij de assen aanpast. Kijk, hij gaat nu inderdaad de tijd gaat tot, nou net niet 40, en je ziet hier inderdaad hè, de x-as, hè, of althans de y-as, maar hier staat de x natuurlijk op, hè, die gaat inderdaad tot 6, een klein stukje, hè, om te zien van hé, hoe ver gaat hij, maar hij stopt bij 6. Ja, hij past de assen aan. Wat kun je eigenlijk verwachten als je een opgave krijgt bij het modelleren, hè, bij een toets en ook in het, bij het examen? Dit is een redelijk eenvoudig model, maar laten we eens kijken van, stel je voor, een vraag zou kunnen zijn van, goh, ik wil graag het model uitbreiden, zodat de gebruiker een grafiek kan maken van de kinetische energie als functie van de afstand. Welke regels moet je dan toevoegen aan het model? Je moet dan eerst natuurlijk kinetische energie, ik hoop dat je dit nog weet, hè, het is toch een type energie die je wel moet kennen, want kinetische energie is een half mv kwadraat. Dus je moet een half mv kwadraat, moet je iedere keer in het model zien te vinden, oftewel, je doet er één regel bij, kijk, en dat is hier, ja, ik ga zeggen van oké, okay, kinetisch is een half mv kwadraat, en die ga ik dus iedere keer berekenen. Ja, let op, ik had hem hier eigenlijk ook bij moeten zetten. Heb ik niet gedaan. Hè? En dat betekent dus dat hij hier meteen als eerste een waarde krijgt. voor een grafiek hè, moet je natuurlijk dan wel weer eventjes op de verticale afstand de kinetische energie doen. Hè? En als je dat doet, dan krijg je een mooie rechte lijn. Krijg je geen goede rechte lijn, ja, dan heb je, denk ik, horizontaal als deze tijd staan. Ik heb het niet zelf eventjes aangegeven, maar kijk hier. Ja, horizontaal heb ik de tijd veranderd in de x. En dan krijg je inderdaad een mooie rechte lijn. Oftewel, je kunt hiermee aantonen dat de kinetische energie recht evenredig is met de afstand. Als de afstand verdubbelt, verdubbelt ook de kinetische energie. Dat zou dus ook een vraag kunnen zijn. Die kan worden gesteld als je dit model ziet en er wordt gevraagd van, god, hè, wat is het verband tussen kinetische energie en de afstand? Andere vraag. Breid het model uit, ja, zodat de verandering in de beweging van het elektron kan worden weergegeven als het elektrisch veld twee keer zo zwak is. Nou, dat is een beetje uitgebreider. Hè, je moet dus vergelijken met het elektrisch veld en het elektrisch veld twee keer zo zwak. Nou, ik heb nu één elektrisch veld, maar dat betekent dus dat ik een tweede elektrisch veld moet hebben. Dus dat breid ik even uit. Hè? Ik doe een E1 en E2. Zie je, dat heb ik hier gedaan. E1 en E2. Nou, als het elektrisch veld twee smaken heeft, dan heeft natuurlijk ook de kracht twee smaken. Maar als de kracht twee smaken heeft, heeft ook de versnelling twee smaken. En dat betekent dus twee versnellingen, dat ik ook twee verschillende snelheden heb en twee verschillende afstanden. En dat moet ik ook in mijn model plaatsen. Dus overal waar V staat, verandert met V1 en V2 en hetzelfde doe ik met X. Ja, let op, de stopvoorwaarde heb ik ook even aangepast, doe ik één met X1. Nou, op dit moment kan ik dan dus hem laten lopen. Maar ja, je hebt natuurlijk wel nog een grafiek nodig. En ja, je ziet, als ik daar het zo bekijk,
dan kan ik nog niet kiezen voor x1 of x2. Ja, en dat is omdat hij eerst moet doorrekenen voordat hij weet van, oh, welke variabelen kan ik hier kiezen. Ja, dus ik moet eerst hem laten lopen. Ja, als je hem hebt laten lopen, ja, dan verandert inderdaad hier. En dan kan ik kiezen tussen x1, x2, etc. Ja, dus x1 kan ik doen. En dan ga ik een klein beetje naar beneden. Dan zie je dus hier nog plot meerdere grafieken. Nou, dat doe ik ook. Ik ga daar even op klikken. Ja, en dan zie je dus dat ik meerdere zaken kan aankruisen. Nou, dan kruis ik niet alleen x1 aan, maar natuurlijk ook x2. Dus daar ook een vinkje. En daarna plot ik. En dan zie je dus inderdaad keurig dat er, nou, een extra grafiek bij is. Dit is de grafiek van het elektrisch veld E1. En dit is degene die bij E2 hoort. Kijk, de kleuren zitten er mooi bij. Op die manier kun je dus in één grafiek twee verschillende zaken naast elkaar zetten. Ja, nogmaals, je moet alleen het model kunnen lezen en je moet kunnen uitleggen wat er aan het model verandert als je een bepaalde stap er toevoegt of juist weghaalt. En modelleren heb ik dus nu gedaan in deze omgeving. Er zijn ook andere omgevingen. Denk bijvoorbeeld aan deze omgeving. Dit is Coach 7. En alleen, ja goed, dat moet je natuurlijk wel eerst op je PC hebben geïnstalleerd. Vandaar dus dat ik het met een webpagina heb gedaan. Coach heeft trouwens wel een mooie uitbreiding. Je ziet hier trouwens natuurlijk, de opzet is natuurlijk hetzelfde. Hier heb je de startwaarde weer en hier heb je de modelleerregels. Nou, grafieken kun je een beetje her en der. In Coach kun je ook het in een grafisch model gieten. Ja, dat is deze hier. In grafisch model zie je de verbanden tussen de verschillende grootheden wat beter. Maar de rekenregels, die zijn hier wat minder goed te zien. Ik prefereer altijd naar de tekstmodus. En in plaats van Coach kun je zelfs ook nog gewoon een model gebruiken in Excel. Nou, in Excel zou het ook makkelijk lukken, alleen heb je wel een beetje verstand van Excel nodig. Maar ook hier, de beginwaarden zie je hier duidelijk. Ja, en de rekenregels moet je dan in Excel hier neerzetten. En dan kun je ook hier een grafiek krijgen. Aan deze omgeving, dit is Coach 7. Alleen, ja goed, dat moet je natuurlijk wel eerst op je PC hebben geïnstalleerd. Vandaar dus dat ik het met een webpagina heb gedaan. Coach heeft trouwens wel een mooie uitbreiding. Je ziet hier trouwens natuurlijk, de opzet is natuurlijk hetzelfde. Hier heb je de startwaarde weer en hier heb je de modelleerregels. Nou, grafieken kun je een beetje her en der. In Coach kun je ook het in een grafisch model gieten. Ja, dat is deze hier. In grafisch model zie je de verbanden tussen de verschillende grootheden wat beter. Maar de rekenregels, die zijn hier wat minder goed te zien. Ik prefereer altijd naar de tekstmodus. En in plaats van Coach kun je zelfs ook nog gewoon een model gebruiken in Excel. Nou, in Excel zou het ook makkelijk lukken, alleen heb je wel een beetje verstand van Excel nodig. Maar ook hier, de beginwaarden zie je hier duidelijk. Ja, en de rekenregels moet je dan in Excel hier neerzetten. En dan kun je ook hier een grafiek krijgen. Een model die dit grafiekje kan maken, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het zou wel het einde zijn. Kortom, bedankt voor het aanhoren en tot een volgende keer.